Ja, dan kan je gewoon via social kan je zo een schip in. Oké. Okay. Oh, het is wel een beter programma, OBS Studio. Ja, hij geeft ook aan wat de status is. Uitstekend staat hierbij de stream, dus. Wow. Nee, want Streamlabs die stopte iedere keer mee na 2 minuten. Heel vaag. Oh, oké, okay. Nog steeds. Ja. Nou, als het goed is, is het nu gefixt. Dus iedereen kan genieten van de stream. Nee. Ik ben ook benieuwd of die chat nu in OBS Studio ook up-to-date is. Want dat was eerst niet. Moest ik eerst een browservenster openen. Bla bla. Ja. Ik heb wel 3 schermen hier, maar ja, een beetje irritant. Anyway, we zijn aan het laden. In je stream sta ik heel hard en ben je heel moeilijk te horen. Oh ja? Ja. Oké, dat is een goede tip. Want ik zit nu Ik wel sta dit twee keer balkje zo te hard als kijken. jou, zeg maar. Oh, oké. Als ik nu praat, dan komt het balkje een beetje in het geel. En als jij praat, doe nog eens. Ja, hallo. Ja, dan kom je al gauw in rood terecht, inderdaad. Nou ja, dat Ja. zal ik nog even checken. Dus je moet maar even zachter zetten en jezelf harder. Ja. Dat gaan we zo doen. Maar vette game, man. Ja. Jeetje, goed over nagedacht. Ik ben level 24 nou. Ja, vet goed, maar dat kan dus gewoon samen, wij tweeën. Natuurlijk. Ah. Kijk, ik kan als level 24 kan ik gewoon ook level 1 games doen. Ja. Ik kan de difficulty omhoog naar beneden zetten. Kijk, jij kan mij joinen en dan kan ik hem ook op 8 zetten. Joint squad ga ik nu doen, hè, bij jou. Ja. Het zou niet verstandig zijn om 8 te doen, maar. Ja. Allied destroyer has joined squadron. Gelijktijdig Ah, engage. je komt aan. Engaging orbital thrusters. Zit jij de stream te kijken? Nee, ik zie jou bij mij binnenkomen. Ja, Hallo. streampersoon binnen. Hallo, die er mee kijkt ook. Oh nee, ja, daar ben ik. Ik kijk Oh, mee. daar ben jij. Ja, views geven. Dankjewel hoor. Oké. Ja. Goed. Oké. Ten eerste, als je boven je beeld kijkt, zie je acquisitions. Ja, klikken of drukken kom. Ja. Ja, wat is dat bij jou? X? R. Oh, R. Oké. Okay. Dat is zeg maar je Battle Pass. Battle En dan Pass, zie je ja. rechtsboven zie je gele medailles. Ja, 174. Ja, daar kan je spullen in de Battle Pass mee unlocken. De eerste Battle Pass is zeg maar je wapens, je armor, andere granaten, dat soort dingen. Ja. Ja? Nou, die kan je dus gaan unlocken als je wil. Oké, want ik Je zie aan moet de dus. linkerkant wat reclame staan. Helldivers Mobilize. Nee, Dan. dat is geen reclame, dat is je Battle Pass. Oké. Mobilize is je standaard Battle Pass. Als je dan eentje naar beneden gaat, dan krijg je Ja. Steeled Veterans. Die is al vet. Nou, dat is zeg maar de Deluxe Battle Pass. Ja? En als je nog eentje verder naar beneden gaat, krijg je dus de laatste Cutting Edge. Oké, welke heb jij Die gekozen? Battle Passes, die kun je kopen met supercredits. Ja? En die vind je dan ook in de game. En die krijg je ook als je het normale Battle Pass unlockt en dat soort dingen. Dus op zich is alles gewoon gratis. Als je speelt, kun je alles unlocken. Oké, welke heb jij gekozen? Nou ja, ik heb de Deluxe Edition gekocht, dus daar zat Steel Veterans al bij. Dus een extra cape en dat soort dingen allemaal. Ja. Op zich, die cutting edge, die is het duurste waarschijnlijk. Nou, die is 1000 warbands. Dat kun je rechtsboven zien, dat is dat blauwe ding. Oké, die heb ik Dat niet. is heel veel warbands je hebt. Nou, als je nou in de Mobilize kijkt, die bovenste. Ja. Ja, als je erop klikt, Ik klik ik dan kan je op. door die pagina's lopen en dan zie je dus die blauwe credits, zeg maar. Oké. Nou, dat zijn dus die supercredits. Dus die krijg je ook in de Battle Pass. En als je dan Ja. speelt en die credits langzamerhand unlockt, kun je dus één Battle Pass al gratis al meteen unlocken. En. Als je dan weer verder speelt, kun je nog een Battle Pass unlocken en dat soort dingen allemaal. Ah, oké. Ik zit even te kijken, want je hebt hier een Punisher, een shotgun. Dus dat kan ik kopen voor 4 goud. Nee, ja, je begint gewoon met pagina 1. Oké. En als je een bepaalde hoeveelheid unlocked hebt, komt pagina 2 vrij. En weer met een bepaalde komt pagina 3 vrij en dat soort dingen. Aha. Dat kun je ook zien. Als je naar pagina 2 gaat, dan staat er PS2. Zoveel om te unlocken staat er dan bij. Oké, ik heb nu een Infiltrator helm gekocht. Ja, ik zou eerst de wapens unlocken als ik daar was, Oh, maar. oké. Nu deze. Ja. Nou, en dan is er dan eentje naar beneden gaat, dan krijg je dus de marksman rifle en een ander handpistool wat je kan unlocken. Oh, wat cool.
wist ik helemaal niet hoe dit. Ja, nou, die battle passes, die blijven altijd. Ja. Die kan je dus op zich altijd later unlocken als je maar genoeg supercredits hebt. Oké. Okay. Ja? Ja, ik ga een paar dingen even aanschaffen dan. Ja. Ik ga even spullen. Ga ik doen. En als je dan door je medailles heen bent. Oh ja, nu kan ik ook klappen. Jee. Dat is belangrijk. Ja. Fingerguns. Maar als je 20 hebt gedaan, dan ga je voor mij naar de tweede battle pass. De tweede paar. Ja, daar ben ik al mee bezig. Ja. Oké. Okay. Ik hoop dat je medailles op zijn hoofd hebt. Ik heb het gewoon een tijdje niet gedaan, wist ik veel. Maar dat maakt niet uit. Wauw, Noozy. Nice. Kijk, ik zit al. Ik heb 4 pagina's helemaal unlocked. De 5e bijna helemaal. En ik ben net al met de 6e pagina bezig. Jeetje, man. Ik heb in totaal heb ik. Ik heb al veel gegamed. Ik heb al 395 medailles in de normale Battle Pass gespendeerd. Vet, joh. En in die andere Battle Pass zitten er 259 medailles. Dus geen aanraad. Patrick, jongen. Maar je krijgt ook veel medailles als je missies doet en zo, hè? Ja, ja, ja. Kijk, je. Oké. Okay. Nou, als je dan zeg maar in die hoofdpagina zit. Ja. En je kijkt boven, zie je ook de Superstore. Moet ik even terug. Ja. Superstore, even terug. Die zie ik. Ja, oh. Dat zijn zeg maar gewoon cosmetische dingen die je kan kopen met die supercredits ook. Ik heb nu 330 supercredits. Ja, als je dan een coole helm ziet of een coole armor of zo, dan kan je die ook kopen. Wat vet. Ik zie wel. En je kan ook supercredits dan op de derde pagina kan je dan supercredits kopen. Oh, wat vet. Ik ga deze kopen in Forza. Die vind ik wel mooi. En die moet ik dan ook equippen toch of zo ergens. Ja, dat ga ik je zo laten zien. Oké, als je dan eruit gaat, ja. Als je hem hebt gekocht. Ja? Ja, ik heb de Enforcer gekocht. Oké, nou, gaan we even rechts klikken tot je gewoon weer gewoon op het schip bent. Ja, ik ben hier. Ja, dan gaan we hier naartoe. Hier kan je alles aanpassen. Dus welk wapen je meeneemt, welke armen je draagt en dat soort dingen allemaal. Oh, wat goed. Zie je dat? Dus je hebt weapons, welke weapons je meeneemt, armory, welke armor en helm en cape je draagt. Nou, character, kan je karakter aanpassen. Wacht even. Oh ja, armory. Oh, zo. Armor. Deze. Medium. Oh, het heeft ook stats. Ja, ja, ja. Oké. Kijk, met light kan je sneller rennen en langer rennen, maar die heeft natuurlijk minder armor. Ja. En dan heb je ook nog passives. Fortified. Scout. Oké. Nou, ik doe de. De Enforcer, die vind ik gewoon wel vet. Ja, hij is goed. En je helm en je cape kan je helemaal aanpassen. Oké. Okay. Kan ook je stats, career stats zien. Ja. En ik heb 10.169 kills. Oh, 43 friendly kills. Helemaal rechts, career, bovenin. Pagina 5. Even kijken hoor. Oh ja. Dat. Hoe vaak ben je dood gegaan? Ik ben 211 keer dood gegaan. Ja, ik tot nu toe 12 keer, maar ik heb natuurlijk veel minder gespeeld. Dus. Ik heb ook al. Een beetje elkaar uitdagen, maar. Toch? Ik heb 89 missies gespeeld. Oké. Okay. In totaal. Oh, nou, ik heb 24, precies 24 uur gespeeld nu. Dus ik kan aangaan. Oh, te gek. Even kijken hoor, ik ga nog even verder kijken hier. Weaponry. Ah ja, primary. Marksman. Ja. Lekker aimen, jongen. Ja. Als je rechtsklik ingehoudt, dan doe je zeg maar inzoomen over je schouder. Ja. En als je één keer rechts klikt, dan doe je zeg maar dus echt aimen door de target heen. Oké. Okay. Yeah, baby. Oké. Okay. Armory, okay. Volgens mij ben ik hier klaar. Character boost heb ik nog niks. Career, oké, okay, klaar. Heb ik gedaan. Oké, okay, nou, dan gaan we hier naartoe. Vet. Daar komen soms reclames op van het spel, zeg maar. Dat zijn die in-game propaganda reclames. Deze dingen, ja. Hier kan je schip upgraden. Oh, dat heb ik ook nog niet gedaan. Als je daarin gaat. Op de eerste kan je zeg maar de naam aanpassen van je schip. Niet heel belangrijk. Maar als je dan links boven Stratagem ziet. Ja. Daar kan je dus met die gele requisition slips. Zeg maar de betaling voor je missies. Kan je dingen unlocken. Oh, Antimat
Material Rifle. Wat is dit, joh? Wat vet. Zie je dat? En hoe hoger level je wordt op een gegeven moment, hoe meer je kan unlocken. En... Oh, hey dan, kijk dan. De Anti-Material Rifle. Dat is een vette sniper, die wil ik. Ja, dus je 5000 slits ziet, kan je die unlocken. Maar ik zag van beneden scrollen. Er zijn daar meer dingen, hè? Ik heb dus wapens. Oh, ja, oké. Moet je maar even doorheen scrollen. Kan je zien wat je allemaal kan unlocken later? Ja, ja. Ik heb nog 2600, dus ik kan nog een aantal andere. Okay, ja, daar kan je niet veel voor kopen. Eagle Strafing Jump, wat is dit dan? Oh, dat ding. Oh, wat cool zeg. Die heb ik al. Minefield. Wat vet. Heb je dat mijn ding al gezien? Ja. Ja, ik heb ze allemaal al gezien. Ik heb ze ook al heel veel unlocked. Echt te gek. Oh, Machine Gun Sentry. Ah, ja, ja, ja. Ja. Die is wel handig. Wat is een Sentry? Dan ga ik de puntjes, ja. Oh ja, de schipmodules heb je ook nog. Ja, schipmodules, dat doe je unlocken. Dat zijn zeg maar upgrades voor je schip zelf. Dus snellere de deployment van stratagems en dat soort dingen, snellere reloads. Ja. En dat doe je met die gekleurde blokjes die je boven ziet. Ah, ja, die groene, die oranje en die roze. Ik heb alleen maar groene. Ja, dat zijn de samples. En die vind je in de missies overal. Oh, okay. Dus die moet je altijd proberen mee te nemen, want die gebruik je om je schip te unlocken. Ja. Ja, dus... Ja, helder. Missies. Heb... Ja. En missies en side objectives doen. Dat geeft dus die gele requisition slips. Ja. En XP, waarmee je zelf levelt. Dan kan je supercredits kan je vinden. Medailles kan je vinden. Je krijgt medailles voor complete missies. En in de game kan je die samples vinden om je schip te up te graden. Ja. Oké, okay. Nou dat is het eigenlijk wel een beetje met alles wat je kunt unlocken en upgraden en dat soort dingen. Oké. Okay. Nou, ik heb wel zin om te gaan spelen, want ik heb nu mijn sniper rifle. Oké. Okay. Op je missietafel, zeg maar, ja. Als je erin zit, dan kan je rechts heb je dus een major order. Ja, dus een missie die alle spelers moeten doen. Ja. Nou, dat betekent dus dat we nu dus op de rest, op de rode planeten, moeten we dus die planeet proberen te bevrijden. Oké. Okay. Als je daar één missie aan meedoet en de missie lukt, dan krijgen we dus 50... krijg je 50 medailles, zeg maar. Naar beneden toe, die paarse. Is die vet? Deze? Ja. Oké, okay, gaan we die zo doen. Ja, dus als je aan zo'n major order meedoet, ja, en die major order die lukt, dan krijg je 50 medailles. Als je er één keer één missie in hebt gedaan, is het al genoeg. Dat en dan zie je daar beneden, zie je ook nog een personal order. Ja. Dat is een missie voor jou. Als je die doet, binnen de tijd, krijg je 15 medailles, krijg je weer een nieuwe personal order elke keer. Oké. Okay. Dus kan je dus ook heel snel heel veel medailles verdienen. Ja. Ja? En dan helemaal beneden zie je dus de difficulty. Beneden in het midden, zeg maar. Ja. Nou, daar staat er level 1, 2, 3, ik weet niet welke level jij nou bent. Ik ben nu level 4 pas, ik ben bijna 5. Ja, dat maakt niet uit, want als je naar zo'n planeet gaat, dan zie je dit soort gele plekken, zie je dat? Ja. Mag ik nou op zit kijken? Jij kijkt mee, toch? Ik kijk mee. Oké, okay. Dat is een operation. Als je twee operations op een difficulty hebt gedaan, dan ga je pas een difficulty omhoog. Oké. Okay. Ja? Dus als jij tot nu toe bijvoorbeeld nooit verder bent gegaan aan level 2, dan moet je dus een level 2 operation doen, dan mag je level 3 doen. Nou, die hebben we dus net al gedaan. Dus je bent al level 3. Ja. En daarna kan je level 4 doen, level 5, dan moet je dus 3 operations gaan doen, zie je dat? Dan kunnen we deze niet al bijvoorbeeld gaan doen, 5, omdat jij 24... Nee, shot is moeilijk man. Laten we het even makkelijk houden. Nou, deze dan. Oké, okay, het is heel simpel. Dit is de missie. Mm-hmm. Je ziet die oranje dingen, dat zijn je hoofd objectives, die moet je doen. En dan pas mag je het spel uit. Hier is ook zo'n blauwe toren bijvoorbeeld, dat is een side objective. Als je die doet, krijg je weer extra requisition en XP en zo. Okay. Daarom is het belangrijk dat je goed de map rondloopt. En niet direct alleen maar de missies loopt en eruit gaat. Ja, precies. Want het zijn de side objectives waar je samples vindt, XP verdient, requisition slips, dat soort dingen allemaal. En die pijl naar boven toe, die witte? Dat is je extraction. Oh ja, precies. Je moet altijd nu de missie doen. Dan gaan we eerst daar naartoe. Oké. Okay. Hop, daar gaan we. En daar gaan we mee. Jump complete. Mission preparation aborted. Help pods prime. Onze help pods zijn. Mission coordinates. Deze is altijd van mij, hè?
Ja. De meest linkse. En doen we dat dan... Doen we dat met tweeën? Flexplekken. Ja, dan kies je dus een plek waar je dropt. Ja, maar met z'n tweeën toch, want ik had net een open game of zo. Ja, ik heb een closed game, dus we moeten goed bij elkaar blijven. Maar zullen we meteen in die toren gaan dan? Ja, dat is een broadcast tower en die moeten we dus vernietigen. Oké. Dat is altijd wel goed, dus we droppen hier zo'n beetje. Ja. Nou, dan kiezen we dus onze loadout. Ik neem clusterbom, laser, de autocannon en ik zal... Je hebt veel meer spullen natuurlijk. Ja. Heb je nog geen Eagle Spider? Nee, je kan geen twee wapens dragen, dus het hoeft niet. Oh, dus deze kan weg. Die blauwe, ja. Dat kan ik niet weghalen. Oh. Maakt niet uit, je kan altijd een tweede wapen dragen. En een, wat neem ik erbij? Ik zou een turret meenemen. En ik zou een booster doen. Dat we wat sterker zijn. Oké. Okay. Dan wel. Let's go. Ja, zeker. Maar goed. Ja, gewoon goed bij elkaar blijven. Goed zorgen dat we alles zien. Ja. Ik vind dat we dit wel meestal gaan spelen. Ja, als je dit met z'n vieren doet en nog zo snel kan communiceren met elkaar. Ja, man. Oké, okay, maar eerst even wapens droppen en zo. Goed idee. Kijk, ik heb de autocannon bij me. Ja. En dat is een wapen met een rugzak, zeg maar. Oké. Okay. De ammo ervan die zit in een rugzak. Als ik die rugzak niet meeneem, kan ik niet herladen. Ik zag me de vorige keer die oppakte die ik deed. Maar ja, kan je natuurlijk niet herladen. Kijk, daar zie je die toren. Rechts voor ons. Ja. Nou, doen we even zo. 1, 2. Oh, ik mag het verkeerde wapen. Hoe tag jij... Oh, hij is al klaar. Ja. Hoe tag jij zeg maar waar je heen moet? Map. Ja, je roept je kaart omhoog. Ja. Helemaal rechts beneden zie je dat. Ja, ja, ja. En dan kan je dus met de rest kan je rondklikken. En dan kan je dus zeggen, daar moet je heen. Oh, zo. Nou, ik snap het, ja. Ik ben niet op mijn wapen. Oh, die robots staan, weet je. Wacht maar. Aan de kant. Hoppa. Ja. Yeah. Hé, hey, maar ik kan niet over mijn schouder heen kijken. Of door de scope kijken. Dat is gek. Eén keer rechts klikken. Wat doe ik? Oh, dan zijn de instellingen niet goed. Ja, dan moet ik even... Shit. Dubbel rechts klikken. Hé, wat raar. Ik kan het niet. Als ik ingedrukt hou, dan kijk ik wel over mijn schouder mee, maar niet op de scope. Nee, oké, even wachten. Daar zit ik meteen. Als je naar settings gaat, even escape, options. Ja, ja heb ik, ja. Dan, heb jij controller of mouse en keyboard? Mouse en keyboard. Oké, dan even kijken. Nee. Change bindings. Oh, wacht, we worden beschoten. Oh, shit. Wachten. Ja. Ja, dat moet even in het schip rijden, man. Door je machine gun naar beneden roepen dan. Ja. Misschien mag dat even. Ik heb een tweede keer. Ja. Makkelijke robots. Maar misschien kan ik even snel doen. Binding service. Dan moet ik wat doen. Ja, in je settings moet je instellen dat je dus met één klik. Doe mij! Oké, healer. Ja. Ja, dat zijn samples die daar hebben. Ja, ja. Oké, okay, dan laten we het voor een even kijken, bindings. Links, even snel. Bindings. Ja, in gameplay settings kan je instellen dat je dus met één klik wil switchen en met rechts ingedrukt wil houden, zeg maar over je schouder wil inzoomen. Ja. Dat moet je aanzetten en dan kan je dus zeg maar één keer rechts klikken om in je scope te kijken. Nog even en ingedrukt houden om gewoon lichtjes in te zoomen. Hoe heet dat dan? Ja, hoe heet dat? Even wachten. Als je naar options gaat gewoon... Ja, ik zit bij options en dan combat. Dan moet je... Dynamic aim mode. Dynamic aim mode. Nee, je moet even options, gameplay moet je hebben. Oh, general. Wacht even terug. Gameplay. Dynamic. Ja, en dan dynamic aim mode zet je op yes. Oké. Okay. En dan bij mouse en keyboard, bindings. Mouse en keyboard, bindings. En dan combat.
Combat. En dan de bovenste 1 staat op hold en dan rechtsklik. Ja. Oké, okay, nou, als je nou dus in de game zit, dan is 1 keer rechtsklikken. Oké, okay, even mijn wapen erbij. Even nummer 3 is dat. Oh, 1 keer klikken. Ik heb het. Ja. Awesome, dankjewel. En dan ingedrukt houden is gewoon lichtjes inzoomen, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, kom op, we gaan. Ja. I'm coming. Ja, mijn tutorial, man. Mijn AI assistant. Nou ja, ik heb het zelf ook op moeten leren. dat is fijner dan de game. Je leert het gewoon terwijl je speelt. Ja. Dan echt een sniper, goed? Afstand. Ja. Wacht, ik weet het. Dat gebouw hier met die rode lampen die je ziet, waar al die rook uit komt, ja? Dat is een fabricator. En die blijft robots bouwen. Ah, en die moeten we vernietigen? Ja. Dat doe je, hè? Als je naar mij komt, oh wacht. Ja, ik ben weer. Dan zie je van die schuine openstaande. Zie je van die schuine openstaande ventilators hier aan deze kant? Ja, ja, ja. Je hebt mij? Ja. Oké, dan doe je dit. Dan pak je een granaat. Oh, dan gooi je erin. En dan gooi je erin. Eentje gooi je erin. Eentje. En zo vernietig je dus die dingen. Hier is de mission objective. Daar. Maar dat is gewoon een webbenstokpaal die we moeten vernietigen. Dat is een moeite van een granaat in gooien. Ja. Niet die dit eieren, dat zijn echt plezier. Kan jij er een granaat in? In dat roze, zeg maar. Ja. Oké. Okay. En nu aan de kant, hè? Yeah! Oké. Okay. Ik heb misschien nog ergens... samples liggen. Samples, dat is een goeie. Even kijken. En dan het volgende gedeelte. Ja, het is waar aan de kant. Er zullen best wel samples liggen. Ja, kijk, hier ligt een. En jij neemt die dan mee? Ja, samples zijn gedeeld. Samples die jij vindt, krijg ik ook. Samples die ik vind, krijg jij ook. Nice. Dus het maakt helemaal niet uit wie ze meeneemt. Als wij ze als team maar meenemen naar de uitgang. Oké. Okay. Snap je? Ik snap het. Oké, okay, nou, ik heb de volgende target. Kijk uit, een mijn hier. Mijn. Ja, dat rode hier, dat rode groeien. Ja, ik ben al... Oké. Okay. Op naar volgende. Zo'n mooie wereld, man. Jeetje. Kijk altijd of je dit soort dingen ziet. Vernietigde tanks of weet ik wat. Er kunnen ook samples in liggen. Okay. In dit geval niet. Maar dat kunnen bijvoorbeeld ook als je bijvoorbeeld in de verte een gebouwtje ziet. Ga altijd kijken. Want misschien ligt er ook wel wat. Wapen, samples. Kijk, zoals hier. Kijk, samples hier beneden. Ja. En een deur. Oh, dat kunnen we samen open doen, toch? Ja. Ja, 1, 2. I'm on it. Kijk, wat vinden we hier? Supplies. Een vlammenwerp. Niet heel erg. Handig. Nee, dat is niet. Kijk, hier requisition slips. Metal. En een medaille. Ammo. Granaten. Flamethrower. Twee medailles zelfs. Cool. Lekker. Oké, okay, gaan we weer verder. Okay. Ik zie daar een rode lamp in te zetten. Een flinke explosie daarachter. Dat is de zon. Hè, daarachter? Nee, links. Die rook. Oh ja, het is een vulkaan of zo. Kijk, hier hebben we een fabricator. Oh, hier kunnen we weer een granaat in gooien, toch? Ja, verder een keer. Au. Ja,
Van mij. Not today! Je moet niet heel hard voor mijn target lopen. Nee, sorry. Je rent telkens voor me uit. En die mij niet goed uit, hè? Wil je gewoon opgevallen? Dan had ik de vorige keer met Martje spelen ook. Dan werd ik de autocannon. Dat ding is natuurlijk explosief. Dan liet hij elke keer precies voor mijn neus langs. Ja. Want die is voor onszelf. Ja, hoor je? Ja. Te laat. Kijk, gewoon zo. 1, 2, hop. Oh, netjes. Yeah. Goed, ja. Moeilijk. Wat? Reinforcements. Oh, my. Hoppa. Nice. Boah, dat is er wel nog. Lijkt wel een beetje op die Star Wars. Ja, zijn het ook. Ze hebben ook van die grote van vier poten. Cool. Maar moeten we voor dit doen, moeten we hier deze tank opblazen. En dat gaat niet zomaar. Dus dat betekent dat als je hier bent en je drukt op links, dan zie je Hellbomb. Zie je dat? Dit op links. Ja, je strategens. Dat is bij jou natuurlijk niet links. Ja. Maar even goed. Ja, nee, ik ga allemaal een centje. Ja? Ja. Dus je moet een helbom naar beneden roepen. Going down the sentry! Helbom. Oh, die ja. Nou, die roep je naar beneden. Calling in a helbom! Nou ja, gewoon in de buurt. Als het vlakbij is. Ja, dat is goed. Ja. Kijk. Hier is die. Daar ben je, hè? Ja, die zo. Wat is er? Oh ja, sorry. Die bom die moet je armen en dan moet je wegrennen. Als je gearmd is, dan is het echt. Ik heb de terminal. Ah, dat is wat we net ook deden. Help on board! Okay, clear the area! Oh, fabricator. Zullen we meteen even vernietigen? Ja. Even kijken. Naar de explosie. 1, 2. Tja, yeah, hoppa. Nice. Dat ding kan goed maken. One step closer to mission completion. Wat is het? Bij sommige missies kan je dus niet... Goeie gast, goeie. Oh, ik ga ook deze tik. Even een... ding neer. Reinforcing! Ja. Som... Dat kan je dus alleen doen door een bepaalde strategie naar beneden te roepen. Die kan je dus niet zomaar zelf meer schieten over dit bedrijf. Oh. You man! Ja, granaat erin. Wat gebeurde net bij jou van de mijn of zo? Nee, ik weet niet, ik stond ineens in de fik. Ja, granaat erin, heb deze. Hoppa. Kijk, dit zijn dus van die side objectives, hè? Zijn outposts bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we daar naartoe, want daar zie ik wat roods op de map. Okay. Dat betekent dat er ook, daar waarschijnlijk ook weer een vijandelijke basis zit ofzo. Oh, daarachter. Dat is wel de laatste missie hoor, dan ga ik naar mijn nest om het morgen werken. Oké. Okay. Nou, hier gaan we dadelijk opgehaald worden. Ja. Dus dan gaan we daar nog bij hier rennen, daar weer rennen. Kijk, we hebben ook gewoon nog een half uur hè, in deze missie, dus we hebben alle tijd om rond te rennen en andere objectives te doen. Hè. Ja, precies. Kijk, omdat je bijvoorbeeld daar kijkt, tagging location. Dat is een huisje, dus daar is wat te vinden. Daar kunnen we heen, toch? Ja. Let's go. Kijk, dan zie je daar in de verte die gele straal de lucht in gaan, als je over het meer kijkt. Ja.
Dat is dus zo'n neergestort drone. Ah. Waar je dus zo'n salute moet doen. En dan kan je dus ook weer wat vinden. Een wapen, okay. Requisition slips, noem maar op. In dit geval, kijk. Die is ook belangrijk. Ah, hier zie je zo'n container in de grond staan. Ja. Ja, als je die open schiet, een explosie. Een granaat of een explosieve wapen of zo. Oké. Okay. Hey. Requisition slips. Ja. Requisition slips. Hier, sample. Daar liggen wapens. Die wapens, ja. Arc thrower. Wat is een arc thrower dan? Dat is een Tesla cannon. Tesla cannon, dat klinkt cool. Ja. Je hebt unlimited ammo. Waar is die? Maar die moet ze wel opladen. Oké, dan gaan we deze kant op, want daar zie ik niet. Die Tesla cannon, waar is die? Ja, daar, die arc thrower die je net zag. Oh, dat is een arc thrower. Oké. Ja. Kijk, dan zie ik weer een rode lamp in de verte. Dat is dus een patrol die onze kant op komt. Als je nou later in moeilijkere difficulty zit, dan moet je niet meer overal zomaar tegenaan gaan schieten. Nee. Het is heel belangrijk dat je ook patrols gaat ontwijken en zo. Ja, hè? Kijk, nu kunnen we alles makkelijk aan. Maar ja, voor 6, 7 en zo, dan moet je soms is het verstandig om bepaalde patrols te ontwijken. Nice. Oh, kijk. Gek water. Al bereiken. Ja. Geen al. Ik pak wel even mijn oude water hier. Even supply, ik heb er helemaal geen granaten zo nu. Calling down a sentry. Daar haal je. Good. En is het nou RTX powered? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb in ieder geval geen RTX optie aan staan. Nee, ja? Wel mooi met die lichtstralen. Ja, maar ja, maar is het Unreal Engine toch geloof ik? Ik denk het ja. Moet ik dan outpost? Daar gaan we het veranderen voor doen. Doe ik aan de kant. Ik gooi er een laser in. Die gaat werken. Die gaat werk voor ons doen. Oké. Okay. Die zit zelf zeg maar de vijand op. En dan blaast zich alles van op. Ja. Makkelijk hè? Ja man. Kan je maar 3 keer gebruiken per missie? Nee, je staat natuurlijk wel voor. Ik vind het veel te krachtig. Daar, ja. Maar ja. Nu maar! Hij wil kort met al even wel mee. Ik wil even kijken of we misschien nog wat samples kunnen vinden. Blijf bij het vuur weg, hè? Dan staat er ook een fik zoals ik net stond. Ja. Nu man! Headshot. Hey. Oh, dat kennen we zijn zo goed tegen je man. Kijk, boem boem boem, weg. Is dat goed? Injury? What injury? Ja, wat is dat? Kapot. Mooi. Kijk, gaan we het volgende. Kijk of er nog wat te vinden is. Nee, oké, even kijken. Nee. Hey, daar ligt een jetpack. Waar? Ach, hier ergens. Als je op de kaart kijkt. Oh, daar. Wat is dat? Pak hem op. Of voor jou. En die hou je dan permanent? Als je die eenmaal... Dat is je backpack slot. Je hebt zeg maar wapens, je hebt een backpack slot. Oh, oké. Okay. Als jij die backpack, die jetpack draagt. Ja. Die... Hier. Oh, daar. We gaan 2 keer op jump drukken. Jump. Oh, wat vet. En hij zorgt ook altijd voor een soft landing. Vet. Oh, altijd makkelijk. Oké, we gaan... Daar. Southeast, 200 meters.
Okay. Dan loopt langs die gele straal, zeg maar. Ja. Ik zie er ook meteen van het dan. Even kijken of we hier misschien wel kunnen vinden. Wow. Kijk, daar is nog een kamp. Hier in het bos misschien ook nog wat te vinden. Even kijken. Ja. Nee. Ja, empty. Kan een keertje, dat er niks is. Kijk, je ziet ook al een vraagteken op je kaart. Something here. Dat is ook wat te vinden. Kijk, hier beneden. Wat is het? Oh, dit is weer zo'n container in de grond. Zie je dat? Oh ja, even kijken. Oh. Kan jij er een granaat op of niet doen? Ik gooi er wel een granaatje op. Oké, maar wel aan de kant, hè? Ja, ik zeker. Echt weer best wat. Fire in the hole. En dan wat het is, je ziet dit. Je gaat er naartoe, je wilt pakken. Maar ja, die granaat die zorgt natuurlijk voor dat de trolls weer... kunnen vinden. Ja man, en die supercredits, hè, deel je die ook? Ja, alles is gedeeld. Je haalt het als groep. Cool man. Hou je het naar de destroyer toe, zeg maar. Oké. Okay. Hoppa. Zo. Wow. Oh, wat gebeurde daar? Tegen de zijkant van de kop. Ah. Ik sta hierboven. Jumpback is echt handig, jongen. Ja. Dat is met die swipe inderdaad echt een makkelijke. Ja, goeie. Ja, dan weet je wat je daar als eerste moet lokken, hè? Ja, man. Een jumpback. Requesting sentry. Ja, want deze hou ik dus niet. Nee, dit is alleen voor deze missie. Ik heb hier op 100. Wat op. Dat was... fabricating. Kijk, en nu hebben we dus de hoofdmissie volbracht. Dat betekent dat we weg kunnen. Maar er zijn er wat side missions te vinden. Oh ja. Nou, natuurlijk eerst een... Zeker. Ja, bijvoorbeeld. Iets rechts van ons. Is een rode kaart, plek te kaart. Oké. Okay. Dus die gaan we pakken. Tagging map, south, 100 meters. Freedom never sleeps. Kijk, hoe is dat aan? Ja, daar achter. Oh, ik ga het even. Activating jump pack. Au. Lukt het niet? Hé, hey, wat ben jij nou? Ik, ja, ik ben boven, ik zit te snipen. Ja, dat ben het. Zover. Ik moet door kettingzaag aan of wat. Requesting orbital strike. My last.
Nou, dat kan ik weer voor doen. Calling in reinforcement! Ik kan even mijn spullen weer oppakken. Request approved. Reinforcements have been launched. Waar is het? Mag's empty! Ik zat te pronen en ik kon niet raken of zo. Een keer schoot ik in een steen. Oh. Ik mag gewoon naar mij toe. Ja. Ik denk dat het te dicht begroeid is om echt lekker te smijten. Ja, ik zat er boven wel lekker. Het is natuurlijk met de tijd wel. Kijk, hier hebben we nog twee basissen. En dan leven we nog één. Dus daar lopen we dan nog langs op weg naar de extraction. Let's do it. Er zitten hier twee van die
Ja. Dat is beter van als elkaar. Wat is dit, man? You may proceed to extraction when ready. Oké. Oh, hier is ook nog een missie. Side mission. Die nog doen? Ja, tuurlijk. Nou, het zijn 11 minuten. 7. New mag! 7 resupplies, dus. Laat maar komen, hè. Gewoon zo bij elkaar blijven. Ja. Requesting sentry! Kijk, bij deze moet je wachten tot de radar naar boven is. Ja. Dan moet je de radar richten en een signaal uitsturen. Oh jeetje, dus bij deze console. Ja. Dus jij ziet eigenlijk dan hoe die gericht moet worden. Ja. Throwing supply beacon. Engaging terminal. Dat is nu. First one, northwest. Northwest, oké. Okay. Dat is. Dat staat heel praktisch toch? Nou, nee, hij moet naar beneden toe juist. Even kijken hoor. Hij wijst naar beneden toe. Ja, en waar staat hij nu naartoe dan? Hoeveel graden moet hij draaien? Is dat gewoon? Linksom, rechtsom. Het is een klok, hè? Oh, zo, ja. Ja. Hoe staat hij nu? Nou, hij staat nu met 2 witte strepen links naar boven. Op 10 uur, zeg maar. Mission at 10 minutes remaining. Nou, doe jij het maar. Hij staat voor 10 en dan moet op 12 komen. Nou, als je dat nou zegt. Nou, met deze. Dan moet gewoon een klein rechtsom. Oké. I'm on it! Dat moet hem zijn. Oh, weg. Hè? Oh, sorry. Ja, doe jij het maar. Oké, hoor. Requesting orbital strike! Hebben we er nog? Ja. Dit hebben we nog. Calling down a support weapon. Fabricating. Okay, coming. Nice. Te gek, man. En dan hebben we nog deze. Southwest, 300 meters. Als we dan gewoon de eiland naar beneden volgen. Got a sample. Ja, deze kant op. Ja. Waar ben jij? Ah, ik ben bijna. Oké. Okay. Ja. Dan kunnen we daar net via dat ruimtje kunnen we oversteken naar het laatste rode gebied. En dan kunnen we extraction doen. Ja, we hebben nog 7 minuten. Ja. Dat gaan we halen. Ik denk dat we met een minuut of 3-4 te gaan bij de extraction zijn. Dus perfect. Oké. Okay. You may proceed to extraction when ready. Ja. Ik denk dat dat nog een laatste basis is of zo. Wow. Wow. Wat heeft dat vandaag geschoten? Dropship! Ik weet niet wat dat was. Oh, staat... Kijk, er staat daar een kanontoren, zie je dat? Ja. Oh ja, dat is een lampje dan.
Oké. Okay. Geluk. Orbital inbound. Pas op, hoor, ik kan er ook iets van. Ik sta links van je. Ja. Kijk. Zo, die vlieg even eruit. Ja, die toren, die kan alleen raken vanaf de af. Shit, tuurlijk. Raak je? Ja. Als je dood bent, dan drop je ook je... Oh, nou, dat zie je sample, dan. Hè? Samples, die liggen nog helemaal bovenin. Shit. Kijk, waar lag ik? Reporting to the front. Ja, moet je even die kaart hoog halen, even zien. Ik heb dat. Ach, nog een keer. Hoi. Hier. Dat is een goeie granaat, hè? Beetje waar. Oké, ik wil mijn sample terug. Ja, dan moet je terug naar boven lopen. Ready to liberate. Ah, oh, zijn we weer. Oké. Dat is de toren. Heb je nou moet even je kaart openen. Ja. Hier heb ik mijn spullen weer. Oké, okay. Ja, dan rennen we naar je sample toe en dan rennen we naar de extraction. Ja? Ja. Kijk, hoe kunnen we dat het beste doen? Terug zoals we gekomen zijn. Kijk, mijn sample, waar ben je? Ja, bovenin. Daar. Daar, mijn pin. Ja, nou, laat maar gaan, hè. Ga naar de extraction toe. Ja. Okay. Dat is helemaal anders van de kaart, hè. Ja, is goed. Die blauwe lijn daar, in de lucht. Daar moeten we heen, jeetje. Okay. Dat is onze extraction. We hebben nog 4,5 minuut. Oh nee. Dus ja, maar we zijn je samples kwijt. Ja man. Maar we hebben wel alle missieobjectjes gedaan. Nou ja, oké. Okay. Denk je dat we het redden? Want het is nog super ver weg. Valt mij. Het is 300 meter. Gewoon door blijven rennen. Oké. Okay. De kaart is goed leeg, hè? Dus. Komen geen dingen meer gespannen, denk je? Ja, de spannen patrols wel. Maar die spannen over de hele map heen. Oké. Okay. En we hebben natuurlijk al heel veel gekleerd. Dus als ze op plekken gaan lopen waar wij al geweest zijn. Kijk, daar komt er bijvoorbeeld net eentje aanlopen. Voor ons. Die lopen weg van ons. Als we naar deze kant op lopen. Kunnen we ze ontwijken? Doen we. Taking location, northwest. 120 meter. Oh, kom op. Ja, man, haal al makkelijk doen. Nog 3 minuten. Daar hebben we nog tijd over. Supplies. Het is wel cool dat jouw pots die je hebt gespant, die blijven ook gewoon liggen. Ja.
Hier is de rugzak. Die aan deze kant, deze kant. Oh. Je hebt een wapen met de rug. Ja. Oh, cool. Daarop niet te dicht op je eigen voet schieten, hè? Oké. Okay. Want het zijn explosieve kogels. Je hebt zeg maar gewoon een tank om dragen op je schouder. Oh, vet. Oh. Je hebt een shit. Je moet eerst zeg maar 4 of 5 schoten gedaan hebben voordat je kan reloaden. Oh, echt? Ja. Kijk, dit is nou het voordeel, omdat we alles zo gekleerd hebben. Er komt bijna niks aan. We hebben geen fabrieken meer. Om vijanden te spannen. Oké. Zullen de trolls in de buurt zijn, die zien we nou, die komen. En als we die gehad hebben, dan wachten we gewoon af. Nou, simpel. Daarom zei ik ook, dat maakt me niet zo druk. Want die... Nou, dat zei ik, waar we nog tijd over. Je hebt gelijk, man. Wel krap, hoor. Ja, hey. Dat is juist het meest veel epische. Ja, dat is waar. Stop in 2. Hey, 20 seconden over. We march ever closer to the source of this unbearable metallic stink. Nou, goed gedaan, man. Lekker, man. Let op. Alles gedaan, hè? Yeah. Outpost destroyed, optional objectives gedaan. Kijk, dat levert punten op. Hopsakee. Dat is wel netjes, dat moet je met de manparty ook doen. Tuurlijk. Dan kun je zelfs in twee groepen van twee gaan. Dat is nog makkelijker. Ja. Eén met een level mode. Yeah. Kun je weer dingen unlocken, hè? Kun je weer strategy gems unlocken. Ah ja, cool. Ja, kun je zien dat ik geen enkele keer dood ga, en jij wel. Oh, dat klopt, jij bent helemaal bebloed. Nice, man. Kijk, het enige wat jij hebt is dat je meer accuracy hebt. Kijk het verschil tussen alles. Ja, jongen. Even kijken, je hebt veel kills, joh. Ja, dat is het belangrijkste. Kills. Ja, vet goed. Nice job down there. En ik heb mijn personal order complete. Weer 15... medaille is erbij. Mooi, ja. Goed gedaan, nou. Hoor. Nu kan je zo een beetje spelen. Dan weet je nou hoe het moet. Ja, zeker. Ja, ik heb nog wat werk te doen, dus ik ga ook stoppen. Maar het was een goede tutorial, thanks. Kijk. Lekker, man. Yeah. Oké, okay, man. Ga ik dus even stoppen. Even wachten. Tik, man. Oh, wacht. Waar ben je? Ja, leuk dat ik het zie. Oh ja. Oké, okay, iemand. Ja, baby. Zo. Belangrijk, hè? Oké, okay, ik ga er vandoor, man. Ja, tot later. Doei. Doei. Oh, en we hebben natuurlijk een missie voor de Major Order gedaan. Als hij compleet is over 3 dagen, krijg je de 50 medailles. Oké, okay, cool. Altijd bedankt voor elkaar. Alright. Oké. Later. Later.